Goedemiddag! Ja, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag 2 juni. Ja, 2 juni alweer. Ja, en we vloggen even wat minder, maar we moeten eventjes kijken hoe onze vlogschema eruit gaat zien. Maar daar later vandaag even meer over. Maar ik wens jullie alvast heel veel kijkplezier. Zo, net eventjes de schrik van mijn leven gehad. Want die kleine meid hier, die Loffie dus, ja, mijn kleine meid. Die werd dus net aangevallen, bijna, en door een meeuw. Ja, dus die dook even helemaal in elkaar en onder die grote meid van mij. Dus ja, maar we zijn nog steeds aan het lopen. Maar wat ik dus al even zei bij de intro. Roderick en ik gaan eventjes kijken voor een nieuwe uploadschema. En dan even kijken van hoe we dat even in elkaar gaan plannen. Wat een beetje donker hier. Dat is logisch als je heel weinig licht hebt, hè? Ja, want hier zijn allemaal bomen. Maar dat maakt helemaal niet uit. Nee, maar dan moet ik wel even weer focus hebben. Ja. Nee, maar Roderick en ik gaan dus even kijken voor een nieuw uploadschema en voor de vlogs. Want elke dag vloggen, dat gaat nu even niet lukken. Omdat ik zelf ook niet helemaal in orde ben. Nog steeds niet. Het kwakkelt een beetje. En we zijn druk bezig met werken. Dus ja. En dan schiet het vloggen er een beetje bij in. Want ja, we mogen en kunnen gewoon niet vloggen op school. En met de postwijk, het is wel leuk. Maar iedere keer om je vlogcamera vast te houden. Het is wel grappig, maar ik heb het al een keer geprobeerd, maar dan ben je zo druk bezig met en met post bezorgen, maar dat gaat gewoon niet lukken. Dus eigenlijk onze enigste kans is eigenlijk in het weekend, wat ik er wel weer een beetje jammer vind, maar het is even niet anders, maar we gaan even kijken hoe we dit even een dingetje kan maken voor een dingetje, hoor mij, ja. Maar hoe we dit even beter kunnen doen. En voor het vloggen en dan komen we daar heel snel weer op terug. Dus sorry voor dat er even momenteel weinig of geen vlogs zijn. We zijn dus wel even aan het kijken misschien dat ik ook als ik thuis ben op de maandags dat Rome mij kan helpen misschien met de knutselvlog of met de kookvlog. Laat het even hieronder weten hoe jullie dit aanpakken voor mensen die aan het werk zijn. Nou, we horen het graag en laat het even weten. Dankjewel. Zo, kunnen jullie nog herinneren en dat Loffie nog heel klein was en dat ze hier ook doorheen ging? En nou ligt hier weer een mooi plas water en dan gaat ze er ook doorheen. Kom maar, Lof. Kom maar. Ga erin. Ga. Kom maar. Kom maar. Ze was toen nog klein. Ik zal ook eventjes het filmpje even opzoeken. En dan zal ik hem er even in knallen. Hé, hey, meid. Ja, hè. Het was ook allemaal zo water, hè. Ja, en nou vind je het leuk hè, om te zwemmen en alles. Ja, kom. Kom dan. Kom, ga erin. Ga er nog even in. Nee, niet. Hold. Nee, ben je er klaar mee? Jij ook? Goed zo. Lady, kom. Kom maar, water. Ja! Yeah. Loffie, kom maar. Kom maar. Doe maar. Waar mag de lady aan? Doe maar, schat. Doe maar. Ga maar in het water, lady. Loffie, kom maar. Ga maar kijken. Ga maar kijken. Ga maar kijken. Ga er maar in. Ga maar kijken. Ga maar naar Lady toe. Ja. Kom Lady, kom. Ja, neem hem maar mee. Neem hem maar mee. Neem hem maar mee, kom. Kom maar, kom. Kom maar in.
Neem het maar mee. Kom maar mee. Ga erin. Ga er maar in, meid. Doe maar. Ga maar in het water lopen. Lekkere meisje. Lekker. Is ze lekker. Kom maar. Ga er maar in. Kom. Ga erin. Ga erin. Ga erin. Ga erin, lady. Doe maar. Kom maar. Neem mee. Ga erin. Ga erin, wijfje. Kom. Ga erin. Loop. Ga erin. Nee. Niet. Ga ze maar. Oké. Dan niet. Dan niet, hoor. Ja, ook toch nog wel een beetje. Ja, kom dan. Ja, kom maar. Heb je er ook weer gehad? Kom maar. Lovely. Dan word jij groot, meid. Ja, kom. Gaan jullie mee? Kom maar. Lovely. Kom, go, 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 do, 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 go, 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 Max, go, zwemmen. Max, kijk. Hé, kom maar! Ja, yeah. Goed zo. Kom maar. Goed zo. Ik zag hem al. Ja, er zelf uitklimmen. Kom maar. Er zelf uitklimmen. Goed zo. Max, kijk eens. Ik heb weer een mooie foto van jou gemaakt. Ga pakken dan. Lof, ga erin. Met je snuit erin. Ja, ja. Kom, go in het water. Go. Ja, doe maar. Max, kijk. Max aan dan. Pak het. Ja. Max, kijk. En die erin gooien. Max, kijk eens hier. Pak het. Nee, die niet. Je moet ook connectie met hem hebben, hoor. Max, opletten. Kijk. Kijk eens hier. Kijk eens hier. Pak het. Ja, pak het. 1, 2. Kijk eens hier. Max, opletten. Max, pak het. Max. Kijk, 1, 2. Oh, wat is dit goed voor je spieren, Max. Oh, die stok.
Lofri, kom eens hier. Die stok. Max, 1, 2. Ga kijken, Lof. Ga erin. Go. Ga zwemmen, Lof. Go. Ga zwemmen. Go. 1, 2. Ga erin. Ja, ja, go. Go. Ga erin. Ga erin, Lof. Go. Ik moet er even leuk draaien. Ga erin, Lof. 1, 2. Ja, ga zwemmen. Ga zwemmen dan. Hier al ligt de grote, maar het is hier al drassig. Max. Kijk! Max. Je moet kijken zeggen. Kijk hier. Kijk hier. Max, kijk! Max, kijk. Kijk. Want dat is een woordje en die heel veel honden gelijk begrijpen. Kijk. Max, kijk. Erin daar. Zo. Kijk eens, zwemmen dan en allebei. Ja! Kom maar, lady, kom maar. Goed zo, kijk dan. Dit deed ze nooit. Hier in het water lopen. Doe maar, meisje. Mama. Ja, of dat werkt, meid. Kom. Kom maar. Ja, ga maar zwemmen, meisje. Ga maar zwemmen, go. Ga maar zwemmen, go. Aan de andere kant op. Kom maar, leed. Kom. Ik vind het weer mooi geweest. Goed zo, meisje. Ik kan een hele dierenvlog voor vandaag gaan maken.
Wat? Nee. Spelen. Rennen. Ga het water in. Zwemmen. Kijk. Kijk. Loof je, kijk. Ja, zwemmen. Ja. Go, ga pakken. Zo, pak de stokken voor je, hoor. Ga pakken dan. Loof je, kijk. Ja, pak hem dan. Een beetje op je knieën. Anders val je. Ja, joh. 2. Pak. En gooien. Max, kijk. Max, kijk. Ja. Ja. Pleur jij even Lofrie er ook even in? Eventjes een paar de... Ja! Goed voor ze. Maar hier krijgen ze kracht voor. Oeh. Wat zie je eruit, Max? Eventjes een beetje droog rennen. Wil je deze eventjes op de helft doen? Eventjes om mijn nek heen. Nee, nee. Zo op de helft. Kijk. Ja, toen was ik weer ergens anders, in een heel ander gebiedje. Dat is leuk. Maar, jullie herkennen toch nog wel en mijn paarse fiets, ja. Die heb ik dus nou niet mee. Nee. Niet mee? Nee. Hoe ben je dan? Nou, ik ben wel op een fiets. Maar op een heel andere fiets. Die ga ik jullie nou laten zien. Ik heb dus namelijk een hele mooie nieuwe fiets, mensen. Mijn GoPro die staat nu ook aan, dus... Kijk, als jullie dit zien, binnenkort deze camera op die video, dat is leuk. Ja, dat is grappig. Nee, ik heb een hele mooie nieuwe fiets. Ik heb een stuurslot erop. Dat is ook echt ideaal. Je deur staat open! Die deur staat open. En toen was hij dichter zo op een of andere manier. Maar oké, maakt niet uit. Dat was een busje en waar de deur nog van open stond. Nou, hele mooie fietstassen erop. Zo, achterkant. Ai! Ja. Het is van de merk Spirit. Dat jullie al kunnen zien en bewonderen.
ik samen met de Roderick in elkaar gezet. Mijn spiegel zit er alweer op. Alleen mijn toeter nog niet. Ik moet even een andere toeter halen. Vind ik leuk. Kijk. Hey, mensen. Ja. Dus ik ben super blij in met deze fiets. Zeer zeker. Alleen hij rammelt nog een beetje bij mijn bak als ik aan het fietsen ben. Maar dat horen jullie wel op die vlog binnenkort. Maar ja, ik heb hem nou dus op even kijken, heb ik hem nou op slot? Ja, kijk. Ik heb nou van slot af. Maar soms dan wil het even niet, omdat ik dan geen genoeg kracht heb. Kijk. Dan wil hij nou. Dus, oh ja, ik moet. Ha! Ja, ik wou hem op slot rijden. Ja, en terwijl hij al op slot zat. Kijk. Nou zit hij dus van slot. En dan draai ik hem dus nu op slot. Kijk, en dan blijft hij staan. Hé, hey, dat is handig, mensen. Wil je nou ook zo'n fiets? Dan geef mij even een seintje en dan komt het goed. Wat ik alleen nog even moet doen, dat zal jullie ook wel merken. Ik moet nog even mijn spotbot een beetje omhoog knallen, want hij zit iedere keer tegen mijn wiel aan. Dus ik moet hem nog hier een stukje omhoog, dus dat ga ik ook zo meteen gelijk maar even doen. Dan hebben die maar even pech. Ja, dan blijven ze maar even kijken. Ik vind het helemaal prima. Nou, ik ben even ergens aangekomen. Dat hebben ze dus wel in Voorburg, dus maar niet in Den Haag. Dit is een omheinde hondenspeeltuintje. Het is nou helemaal dood. Er is niemand aanwezig. Maar het is wel mooi groot, moet ik zeggen. Lekker overzichtelijk, kijk. We hebben daar een deurtje, daar een deur. En daar nog een deur. En dit is dus bij het Corbulopark. In Voorburg, ja. Je kan hier al parkeren, daar naartoe. Daar hebben we de rotonde. Maar ik mag niet andere mensen filmen, dus ja, dan moet ik even rustig. En dan kan je dus ook hier voor het park ook parkeren, want dan heb je gelijk een voetpad. En dan kom je dus hier uit. Ja, een loslopende hond toegestaan. Dus, wil jij met je hond lekker naar een omheinde speeltuintje. Ik zou zeggen, kom hier naartoe. Ik zal wel eventjes ongeveer de straatnaam een beetje invoeren. Dan kan je er naartoe. Ik zou zeggen, misschien tot ze snel. En misschien dat we iets leuks kunnen afspreken, toch? Met de honden. Ik zou zeggen, probeer het. Het is leuk. Het is gezellig. Alleen ja, het is nou een beetje dood. Niemand is hier ook. Nou, ik ben weer lekker thuis. Ik heb de GoPro mee gehad. Het is nu net 7:45. Ik ga even met een hondje lopen. Ik laat de camera even thuis, want die moet even een oplader. En dan zien jullie straks Roderick ook weer even verschijnen. Dus ik zou zeggen, tot straks. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog en van de diertjes. Zo ja, ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie snel weer. Later. Doei.